Welkom minister Noor Mohammed. Ja, dankjewel Ruud. En dank dat u tijd heeft gemaakt in uw drukke schema om vandaag hier te zijn. Natuurlijk, ook voor de luisteraars en kijkers is het belangrijk. Ja, klopt. We gaan een heel mooi programma van maken samen. Mm. Laten we direct met de deur in huis vallen, minister Noor Mohammed. Ik wil wat meer weten over uw privé. Mm. Wie is uw vader, wie is uw moeder? Zo, mijn vader en moeder leven nog. Laat maar eerst daarmee beginnen. We woonden aan de Virolastraat gezamenlijk en een paar jaar terug ben ik verhuisd. Mijn vader is meneer David Noor Mohammed. Hij is jarenlang kenmerk van het RKZ. Mm-hmm. Omdat daar vooral de gewezen presidenten, huidige presidenten, ministers kwamen prikken. Mm-hmm. Hun bloeddruk en weet ik veel wat allemaal nog meer. En mijn moeder was leerkracht. Vele mensen kennen haar van de Tamenga school. En dat zijn mijn ouders inderdaad. Ja. Ja. En hoeveel kinderen bestond u gezien? Hoeveel broers en zussen heeft u? Mijn ouders hadden twee. Twee? Ik heb een broer, maar die is, je weet van hem, de middelbare school. Je weet, dat gaat 90% naar het buitenland. Mm-hmm. Dus hij behoorde tot die categorie. Ik niet, ik ben hier gebleven. Mm-hmm. En later pas, toen ik misschien studeerde, heb ik wat pogingen gedaan om verder te studeren. Ja, u bent de jongste. Ja. Ja, hoe was dat om de jongste bewet? Vocht u veel met uw broer? Ja, want in de buurt waar we woonden, was een kinderrijke buurt. Ja. Dus elke middag kwam iedereen bij ons spelen, want mijn ouders hadden achterop een vrij terrein. Dus daar kwamen ze voetbal spelen, de hele buurt. Het was een kinderrijke buurt, dus we hadden Fransen, de consul woonde met zijn gezin altijd daar. Het huis was altijd verhuurd. Dus een mengelmoes van iedereen. En het was elke dag leuk. Elke dag kon je bij één van de buren gaan spelen. Mm-hmm. En dat was het, maar net wat ik zei, zo tegen leeftijd van 18 is plotseling iedereen verdwenen. Ja. En bleef ik alleen over in de buurt. Ja, toen was het een stuk rustiger. Ja. En als kleine jongen, wat voor jongen was u? Wat droomde u van? Was u stout of was u juist wat rustiger? Nee, ik was gemiddeld. Ik was niet altijd stout. Ik was ook rustig. Misschien niet altijd puntjes op de i wat school betreft. Dus ik kreeg aardig wat zeg maar op mijn vingers. Wat de school betreft, op de lagere school en zo, vooral die leeftijd, moest ik wel vaak in de hoek staan hoor, laat me dat eerlijk zeggen. Was je zo vervelend? Maar ik was niet stout, nee. Ik babbelde te veel, leidde te veel mensen af, dat was het probleem van mij. Dus, maar voor de rest was ik vrij rustig wat dat betreft. Mm-hmm. Et cetera, en dat ging zo door. Naar de middelbare school werd het minder, want toen werd het studeren ook moeilijker. Ja. Et cetera. Maar dat is het kort zo geweest. Hebt u zelf een gezin? Ja, een beetje op late leeftijd. Het is gewoon een klein gezin hoor, een vrouw en één kind. Ja, een vrouw en één kind. Dat is het. Bent u een strenge vader, zou je dat zeggen? Strenge Surinaamse opvoeding? Ik ben streng, mm-hmm. maar helaas niet voor mijn kind. hij mag eigenlijk alles doen, maar dat heeft gewoon te maken met de leeftijd hoor. Ja. Maar ik ben wel een streng persoon. Ja, ik ben een streng persoon, maar niet. Maar is hij dan heel erg verwend of gewoon, hij weet wel natuurlijk wat wel en niet mag, neem ik aan, toch? Dat is waar, maar die kinderen van tegenwoordig, die op school gaan, die leren enorm veel. Mm-hmm. Dus als je iets wil zeggen of iets wil leren of zo, dat, waarvan hij weet dit kan niet, dan geeft hij ook op je donder. Ja. Ze weten ook heel veel tegenwoordig wat mag en wat niet mag. En als je ruzie zoekt, dan gaat hij ook een houding aannemen. Dus, eigenlijk hoef ik ook niet veel bij te leren, mm-hmm. want tegenwoordig leren ze heel veel op school, mm-hmm. in tegenstelling tot misschien vroeger. Ja, ze zijn assertiever, hè, die kinderen. Bewuster, als ze praten veel. Kijk, vroeger spraken die kinderen niet. Wij spraken ook nauwelijks, maar nu praten ze enorm veel. En ze houden dat misschien, wanneer het moment komt, dan geven ze je wel het juiste antwoord. Ja. Dus ik hoef niet zoveel te doen wat dat betreft. En het tweede ding wat ik heb, vanwege mijn werk, is dat hij natuurlijk ook na school naar de naschoolsopvang gaat, waardoor hij ook bezig blijft. Dus als ik thuis kom, effectief hoef ik niet zoveel te doen. Ja. De rest doet die vrouw wel bijvoorbeeld zijn les overhoren en dergelijke zaken. Ja, ja, want u maakt lange dagen, klopt. Dus dat gaat nu even niet. Ja. Hè? Zijn er dingen uit uw eigen opvoeding die u van uw ouders heeft meegekregen, die u helpen nu om uw zoon weer op te voeden? Wat zijn dingen die u, waarvan u merkt van, hey, dat neem ik over? Nou, in mijn tijd hadden we veel geleerd eigenlijk van de opvoeding. Maar eerlijk gezegd weet ik zelf niet wat ik heb overgenomen.
Nu, ik ben een beetje vrij. Ik heb het vrij gelaten voor mijn eigen kind. En eigenlijk ook voor andere kinderen als ze in de buurt zijn, heb ik het een beetje vrij gelaten. Maar geef eerst, er moeten regels zijn. En een van de regels is bijvoorbeeld op tijd zijn. Dat is iets wat ik heb geleerd. Want daar begint de ordening van je leven. Die moet je een beetje aan de tijden houden. Dus dat is iets wat ik zeker leer. Om te houden aan de afspraken. Kijk, vrije tijd een beetje spenderen. Zeg maar, komt ook wel van de opvoeding. Maar dat leer ik die kinderen ook. Want ik zie het in mijn carrière. Dus je moet een stuk vrije tijd hebben. Ik vind niet dat je bijvoorbeeld altijd 100% hoeft te scoren op iets. Je mag best wel iets minder scoren ergens, maar in iets anders performen. Ja. Toch? Dus dat is die balans die je voor je leven moet zoeken. Like, als ik nog wat anders had. Kijk, netheid was een van de strengste dingen thuis bij mij. Maar als je bij mij komt, ga ik omgekeerd zien. Dus heeft u het juist een beetje losgelaten? Ja, het is losgelaten. Ja. Ik wil het graag, ja. Maar het werkt niet. Op kantoor bij mij trouwens, als je komt, dan ga je zien dat ik daar wel netheid. Dat heb ik gezien. Hoog op de agenda. Ja, netjes. Dat doe ik zelf. Ja. Maar thuis heeft het geen zin om te doen. Even nog een, wat is uw, om dit stukje van privé een beetje af te ronden. Wat is uw leukste jeugdherinnering? Eigenlijk, die periode, dat net wat ik zei, ik leefde in een kinderrijke buurt. En plotseling is dat komen weg te vallen na 18 jaar. Ja. Want de meesten gingen weg, of bijna iedereen ging weg. Dus dat was het einde. Er was eigenlijk niemand meer. In feite stond ik alleen. Dus dat is jammer, want dat heb je niet meer. En dan ga je wat vertellen, na misschien 30 jaar, zijn een paar van de jeugd, de buurtkinderen, weer teruggekomen. Ja. En dat is wel leuk. Dus heeft u oude vrienden eigenlijk teruggevonden? Juist. Ja, dus dat is wel jammer, want het verhoogt een gap. En je moet daarmee weten om te gaan. Het is hetzelfde als bijvoorbeeld waar mijn ouders wonen. Bij de hele buurt is al overleden. Dus die mensen zijn weggekomen te vallen. Dus ook bijvoorbeeld ouders verkeerd in die positie. Ja. En dat is de sociale omgeving, de samenleving nou eenmaal. Ja, dus aan de ene kant was het heel leuk, een kinderrijke buurt, maar goed, dan heb je dan weer een nadeel dat iedereen weggaat. Maar ze komen ook weer terug. Klopt. Ja, dus als je geluk hebt, gebeurt dat. En voor de rest, de school was heel leuk hoor. Ik ging met de bus naar school trouwens, dat was heel leuk. Dus er waren veel leuke dingetjes, maar dit was toch eentje die pakkend is. Ja, die is blijven hangen, heeft impact gemaakt. Ja, blijven hangen, ja. Oké. Nou, dank voor deze inkijk in een stukje privéleven van minister Riad Noor Mohammed. In het tweede segment, de stellingen, leg ik 3 stellingen voor aan minister Noor Mohammed. Minister, stelling nummer 1 is, als mannelijke minister moet je streng en autoritair zijn, anders loopt iedereen over je heen. Laat me zo zeggen, als minister wel, maar niet dat je speciaal streng hoeft te zijn. Maar als minister ben je de hoogst verantwoordelijke voor wat er gebeurt op het werk. En inderdaad, moet je wel letten op alles. Je hoeft niet streng te zijn, maar je bent wel verplicht te letten op alles. Ja. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Klopt. Maar ontzettend autoritair doen, dat zit er niet in. Dus streng, het woord streng. Je moet niet met een stok gaan lopen achter iedereen. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Maar gewoon wel goed de grenzen aangeven en de kaders binnen Precies. Want je bent één verantwoordelijke. En je weet het trouwens ook, Rut, dat we een anticorruptiewet hebben. Waardoor je nu enorm voorzichtig moet zijn. En wel moet letten op elk ding dat je doet. Ja, klopt. Ook want elke uitspraak. Ligt onder een vergrootglas. Ja, precies. Ja. Oké, en de tweede stelling is, als het aan mijn gezin ligt, komt er geen tweede termijn ministerschap? Mijn gezin is belangrijk. Een tweede ministerschap, daar heb ik nu zeker geen... Nee, dat wil ik niet. Maar niet vanwege het gezin, gewoon vanwege dat ik al uitgeblust zal zijn. Nee, maar het is meestal zo dat... dus ik heb zeker geen behoefte aan een tweede termijn, zeker binnen dit ministerie. Misschien heb ik een andere uitdaging. Ik heb wel een andere uitdaging hoor, die ik graag wil doen. Dus dat sowieso, maar het is wel belangrijk te letten op het gezin, dat geef ik toe. Ja. Op dit moment heb ik die balans teruggebracht, waardoor het in evenwicht is op dit moment. Oké. Heel mooi. Dat is heel belangrijk om de balans dat moet er ook zijn. Te brengen. Ja. Oké. De derde en laatste stelling is, als mannelijke minister stimuleer ik vrouwen in de politiek. Dat is waar, dat heb ik persoonlijk gedaan. Nee, dat is, ben ik helemaal eens. Vrouwen stimuleren, maar ook diversiteit.
de mensen weten bijvoorbeeld waar ik nu werk. Op het ministerie van Openbare Werken had ik inderdaad gezegd, ik wil 50% vrouwen in place hebben, 50% mannen. Het is helaas niet gelukt, maar men heeft de floor en de kansen gehad. En waar het kan, probeer ik het nog steeds te doen. Mm-hmm. Dat is één. En in de politiek heb ik dat ook gestimuleerd. Daar had ik het een beetje onder controle, omdat ik zelf kon kiezen wie. En dat heb ik ook gedaan en bewezen. Dat ook vrouwen, jongeren, maar een hele diversiteit de floor kreeg waar ik de leiding had. Ja, nou, want als je meer diversiteit hebt en meer mensen die vanuit andere perspectieven denken en handelen, precies, dan krijg je uiteindelijk denk ik beter resultaat, niet? Nou, behalve resultaat, het gaat meer om de recht van de mens. Ook. Kijk, bij het ministerie van Openbare Werken bijvoorbeeld, heb ik bijvoorbeeld mensen met een beperking, eigenlijk is dat niet het juiste woord, ook een kans gegeven. En ja, die krijgen de floor ook. Ja, mensen met een uitdaging, hoe zeggen we het tegenwoordig. Het zijn mensen die misschien, uitdaging is misschien heel goed. Mensen die misschien extra effort moeten zetten voor iets, die krijgen de floor. Die kunnen het werk ook heel goed doen. Mm-hmm. Maar als we ze achterhouden, raken we ten eerste, je hele samenleving raakt niet gewend met ze. Mm-hmm. En dan maak je het probleem maar erger, erger, erger. Ja. Dus het is niet alleen de vrouw, maar het is ook dat hele, die hele diversiteit die we echt naar voren moeten schuiven. Anders blijft een groot deel onproductief bezig. Klopt, en dat is zonde. Is zonde. Iedereen die kan bijdragen, precies, en wil bijdragen, moet die zou moet je de opportunity stimuleren. Geven. Ja, heel mooi. Ja. Ja, prachtig. Dank u wel voor de reacties op deze stellingen, minister. En van de stellingen gaan we door met de minister praten over carrière, ambitie en ministerschap. Minister Noor Mohammed, voordat u minister werd, wat deed u toen voor werk? Waar bestond uw carrière uit? Voor ik minister was, werkte ik op de Universiteit van Suriname. Mm-hmm. Daar heb ik zeg maar, tot december 2020 20 jaar gewerkt. Mm-hmm. Maar u weet, de laatste 5 jaar, dus voor het ministerschap, was ik ook parlementariër. Klopt. Dus dat was een vrij zware combinatie. Mm-hmm. Maar in feite is mijn voltijdse baan bij de universiteit geweest. Ja, u was docent. 20 jaar lang. En ja. 20 welke jaar richting? Nou, ik was docent en onderzoeker en bij de universiteit is dat een beetje variabel. Mm-hmm. Dus als onderzoeker heb ik, ik ben begonnen als civiel technicus. Mm-hmm. En daarna opgegroeid naar, hield ik me bezig met wateronderzoek. Daarna klimaatonderzoek en in klimaatonderzoek ben ik gepromoveerd. Mm-hmm. En de laatste 5 jaar, 10 tot 5 jaar, heb ik de switch gemaakt naar zorg voor de natuur en bescherming van het milieu. Mm-hmm. Het welbekend programma dat daaruit voorgerold was, was het programma Duurzaam Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen. Mm-hmm. En daarmee ben ik zeg maar, gestopt mm-hmm. en dan ben ik nu in deze positie gekomen. Ja, had u een ministerschap voorzien in uw carrière? Zeker niet nu, maar misschien een paar jaren terug dacht ik er wel over na. Mm-hmm. Maar niet direct. Nee, omdat de reden is ook omdat ik op de universiteit een vrij goede carrière had gemaakt, nationaal, internationaal. Dus ik was eigenlijk al, zeg maar, op mijn maximum. Ja. Van hé, ik heb het maximale bereikt wat ik wil. Mm-hmm. En ik was ook tevreden daarmee. Ja. Dus, want misschien is dat je volgende vraag, want ja, minister worden is een achteruitgang. Is een achteruitgang, alles in. Je wordt flink uitgeschold, je moet van alles incasseren. Ja. Ik bedoel, je weet het zelf. Ja. Maar dus, waarom heeft u ja gezegd? Hoe reageerde u toen u werd gevraagd? Ja, dus net wat ik zei. Ik denk als ik het 5 jaar terug was gevraagd, mm-hmm. zou ik het niet doen. Mm-hmm. Omdat ik die carrière waar ik begonnen was, heel interessant vond. En het was een keer ook allemaal gevraagd, hoor. Ja. Ik had toen afgewezen. Okay. Men had me ook gevraagd voor de minister van OW. En ik had toen afgewezen. Dus ik had de voorkeur gegeven aan mijn carrière op de universiteit. Omdat ik daar gewoon nog heel veel wilde doen en wilde afronden. Mm-hmm. Ik vind als je iets doet, rond wel iets goeds af. Laat iets zichtbaars af. Een ja. degelijk pakket. Ja. Het mag één ding zijn, maar laat geen halve ding achter. Nee, klopt. En dat was mijn belangrijkste uitgangspunt. Dus nu had ik dat grotendeels wel gedaan achter de rug. Dan is de beslissing gekomen om hiervoor te kiezen. Mm-hmm. En de stelling of mijn doel is ook om in die 5 jaar een degelijk pakket achter te laten. Dat ja. is mijn doel. Ja.
ik wil geen halve dingen achterlaten. Want dan zou ik kunnen zeggen van nee, geef me nog een vijf, laat me nog een vijf er zitten om het af te ronden. Ja. Ik denk in het parlement heb ik dat kijk, ook bewezen. Kijk, nu gaan ze u pakken. Hè? Nu gaan ze u ja. pakken en gaan ze zeggen, hé hey, Riad, luister dan, die vijf jaar zijn om, maar je bent nog niet klaar. Ja, dan krijg je tweede termijn. Nee, dus in het parlement heb ik dat ook bewezen. Daar kan je ook zeggen, ja, nog een vijf jaar zou goed zijn. Maar ik heb daar ook bewezen dat ik unieke dingen heb gedaan. Mm-hmm. Dat misschien parlementariërs die 30, 50 jaar zitten nooit hebben gedaan. Mm-hmm. Maar ik heb het wel in vijf jaar kunnen aantonen. Oké. Okay. Dus voor mijn ministerschap doe ik hetzelfde en ik ben goed op weg, ik weet het al. Ja, 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 ja. Dus na vijf jaar, zeg maar, 25 kan ik stoppen voor een andere uitdaging. Want waar ligt je grootste uitdaging? Waar ligt de grootste uitdaging voor u nog op dit moment binnen uw ministerschap? Dus binnen mijn ministerschap denk ik, als ik alles heel goed kan afronden, mm-hmm. en ik hoef geen 10 bruggen te bouwen, mm-hmm. maar als ik van alles één goed voorbeeld achterlaat, mm-hmm. Dan weet ik 100%, ik heb alles verhoogd ermee. Mm-hmm. Het is niet business as usual. Mm-hmm. Dus alles wat ik doe, heeft een andere trend, gaat een nieuwe trend. Dus als ik alles heel goed achterlaat, mm-hmm. dan ben ik al heel erg tevreden. U heeft en nog 3 jaar, hè? Ja, 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 het gaat 100% lukken. Ja. Ik werk hard eraan. Maar dan ben ik tevreden. Ja. En dan vind ik, iemand anders mag dat gerust overnemen. Ja. Dus zo denk ik. Ja, ja. Dat had ik ook gezegd als parlementariër. Maar als ik het niet red, dan heb ik een probleem. Dus mm-hmm. dan moet ik daarover wel nadenken. Ja, nou, dat wordt nog een mooie uitdaging. Maar ja. U noemde net ook al van hè, als je minister wordt, je wordt uitgescholden, dit, dat. Dat gebeurt. Ja. Hè? En u bent minister van OW. Een heleboel mensen hebben een heleboel te vertellen over uw ministerie, over alles wat u aanpakt en over uzelf. Hoe gaat u om met al die kritiek en... Ja, nou, in het begin was het heel moeilijk. Ja. Denk voor ook mijn collega's. Het heeft, laten we zeggen, we zitten 2 jaar aan hoor. Want je had ook een pre-periode. Het heeft eigenlijk 2 jaar geduurd. En ik weet, de president zei me, hij is al lang over die fase heen, heeft het meegemaakt. En hij zei me, het is een fase dat behoort bij het doen. En je moet er overheen proberen te gaan. Mm-hmm. Want, en dat vond ik leuk, en dat heb ik eigenlijk alleen meegenomen. Hij zegt, als je... morgen geen minister ben, is het afgelopen. Ja. Hij zegt, hou daar rekening mee. Mm-hmm. En dat is politiek. Tuurlijk ga je bij infrastructuur ga je altijd problemen hebben. Ja. For always. De kunst is inderdaad, hoe bereik je met weinig middelen de mensen. En wat dat betreft, ik ga het zeggen van mijn kant uit, het hoeft niet zo te zijn. Heb ik een open deur policy gehanteerd vanaf dag 1. Dat betekent, iedereen kan heel snel, heel makkelijk, vrij ons ministerie bereiken. Ook mij zelfs. Om problemen op te lossen. En als het niet kan, dan gaan we het ook zeggen waarom het niet kan. Mm-hmm. Vanochtend was ik ergens en die meneer zei, meneer Noor Mohammed, ik heb hier een brief gehad en hier staat, het ministerie kan het niet aanpakken. Ik zeg, meneer, heb die brief voor me, want dit is geen antwoord dat mijn ministerie mag sturen. Mm-hmm. Dit is geen antwoord. Je moet dat goed onderbouwen, zodat jij het begrijpt. Dus die meneer was kwaad. Ik zeg, ik zorg ervoor dat het in orde komt. Dus zo ben ik bezig op elk niveau wat verandering aan te brengen. En wat politiek betreft, moeten we proberen wat infra betreft, zeker in mijn portefeuille, kijken hoe iedereen een beetje tevreden kunnen stellen met het weinige. Maar die hoofddraad blijft dat de informatievoorziening belangrijk is. Ik geloof er heilig in dat als wij die burger, die samenleving, het vertellen hoe het is, mm-hmm. de waarheid, mm-hmm. dan doet hij meer kennis op en gaat hij het beter begrijpen. Ja, en hebben ze minder kritiek en dan misschien ook. Gaat je kritiek minder worden. Ik, mm-hmm. ik heb gezien. En mensen schelden me misschien tot vandaag uit als ik de waarheid vertel. Als ik zeg ik heb geen begroting, is liever dat ik het eerlijk vertel, want dan ga je het begrijpen. Mm-hmm. Het heeft geen zin dat ik je voor de gek ga houden, mm-hmm. morgen, 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 overmorgen. Ja, ja, ja. Met dat je het begrijpt, mm-hmm. dan heb ik die basis gelegd en dan gaat er ook een mandje komen bij de persoon. Van oké, okay, misschien moet ik nu zelf een handje mee helpen, weet je? Ja. Of laat me nu met de buurt gaan kijken. Mm-hmm. En dit wat ik heb gedaan, heeft in heel veel buurten gewerkt. Ja. En mensen kunnen dat volgen in de media, waar heel veel buurten ook hebben ingespeeld hierop. Heel veel mensen ook hebben ingespeeld, omdat ik het verhaal eerlijk heb verteld. Ja, dat ze zelf ook aan de slag gaan. Juist. En kijken wat kunnen we samen Juist. Doen. Want anders gaan ze denken, de minister heeft alle geld op. Ja. Zo werkt het ja. in de politiek. Ja, dat wordt heel snel gezegd. Ja. Hè? Want als we kijken naar het beleid van OW en projecten aanpakken en bepaalde dingen. Er is nu weinig budget. Ja. In hoeverre beïnvloedt u zelf het beleid of doet uw team dat? Hoe ziet het eruit bij OW? Ja, dus we hebben een vrij goed management systeem, mm-hmm. hoe wij
werken en projecten aanpakken. Ja. Maar je weet, infrastructuur is in de hele wereld. Mm-hmm. Overal is er een grote nood. Ja. Niet alleen Suriname, hoor. Mm-hmm. Ook in China, ook in Europa. Daar zijn de wegen ook slecht. Ook in Amerika, je weet, daar zijn de bruggen bijna allemaal afgekeurd. Ja. Dus elk land heeft zijn problemen. Klopt. En elk land wil meer geld voor infrastructuur hebben. Dan. Dus dat gaat niet, ook in Suriname. Dus wat gebeurt er? Wij hebben ons regulier programma van de meest urgente werkzaamheden die moeten plaatsvinden, die mm-hmm. echt moeten gebeuren. Dat gebeurt. En dan heb je natuurlijk klachten die ons bereiken, die we dan proberen op te lossen. Maar natuurlijk, wanneer een klacht bij de minister komt, dan ga je van mij wel verwachten dat ik dat 100% onmiddellijk ga oplossen. Mm-hmm. Maar dat wil je niet hebben. Nee. Je wil hebben dat een klacht die bij de burgerinformatieunit komt, doorstroom opgelost wordt. Ik wil niet hebben dat problemen bij de minister komen, want dan moet ik nu mijn tijd gaan stoppen om een oplossing te bedenken en dan leef me af van het grote werk. Je moet eigenlijk overzicht houden over alles. Ik moet vanaf Nikeri tot Albina rekening houden. Dus ik heb mijn werkwijze dat ik met de topbeleidsmensen in het district praat, elke maand, dat zijn de DC's, de DNA-leden, de BO's, om in balans te proberen te houden van waar moeten we meer effort zetten, wat is prioriteit, want Je moet doen wat de samenleving vraagt, mm-hmm. niet wat jij alleen wilt. Dat is het eerste ding. En zo zie je dat er overal rust gekomen is in elk district. En natuurlijk, Paramaribo en ik hebben achterstand met infrastructuur, maar ook die gaan aan de beurt komen. Want je moet dat budget dat je hebt wel goed verdelen. Je moet het eerlijk goed verdelen. Ook, ja. Toch vroeger was het, alles ging naar Paramaribo en Wanica. Nu kan geen enkel district, behalve Sipaliwini, zeggen dat ik in dat district niets heb gedaan. Mm-hmm. Toch overal zetten wat middelen in. Dus het blijft dan ook nog altijd een beetje kunst en vliegwerk. Maar overal hebben wij tussen in de hele economische crisis wel een aantal dingen gegarandeerd. Ja. Bijvoorbeeld vuil ophalen is gegarandeerd professioneler geworden. Het is het mooiste voorbeeld van waar we binnen 24 uur ingrijpen als er een probleem is. Mm. Een ander ding is bijvoorbeeld de verkeersinstallaties, die stel ik ook garant. Waar we ook heel snel ingrijpen. Mm. Zo zijn er een aantal waar we 100% garantie voor stellen. En ik wil de komende jaren ook gaan garant gaan stellen met de begroting. Is bijvoorbeeld het bedienen van pompen en gemalen en sleuzen. Ja. En dat heeft een jarenlange achterstand gehad. Daar ga ik nu zwaar ingrijpen. Maar dat is zeker met de regels worden zwaarder. Hè? Dat is heel erg belangrijk. En iets waar ik nu investeer, omdat het prioriteit is, is de meteorologische dienst. Mm-hmm. Dat was enorm achteruit gegaan. Dak lekte, airco was kapot. En we moeten het klimaat monitoren, maar we moeten ook de luchthaven monitoren. Dus daar heb ik wel zwaar in gegrepen. En dat is een voorbeeld wat je vraagt. Ja. Greep ik in? Ja. Ja. Als ik ergens kom en ik zie dat de luchthaven, onze autoriteit daar lekkende daken heeft geërco en de machines leren. Nee, dat greep ik dat in. Dat gaat niet. Dat is een leuk voorbeeld waar ik heb ingegrepen en zo doorgaan. Ja. Dat is waar. Ik hoor het al, u heeft heel veel op uw bordje. Ja. Ja, de komende 3 jaren wordt nog druk. Laatste vraag uit dit segment, even kort nog. Hoe ontspant minister Riad Noor Mohamed dan na zo'n zware dag? Dat is een leuke vraag. De eerste 2 jaar was dat onmogelijk. Logisch, dat is voor iedereen die misschien met een nieuwe job begint. Mm. Maar nu heb ik mijn ritme weer aangepakt. Dat zijn verschillende dingen hoor. Neem me die kwalijk als opnoem. Maar ik heb verschillende kruidenthees die ik de hele dag door drink. En echt van Suriname. Laat ja, maar dat 100% zeggen van Suriname. Ja. Ik heb nog een tijdje, dat is een beetje verwaarloosd. Ik ga af en toe naar de salon. Dat hoort erbij. Mm-hmm. Wat heb ik nog meer? Oh ja, ochtendfitness. Mm-hmm. Ik sta heel vroeg op, dan doe ik dat. En als ik klaar ben, ga ik gelijk naar het werk. Fietsen, mijn banden zijn plat, dus dat moet ik nog even herstellen. En wat minder is, maar dat hielp mij ook. Ja. Want ieder persoon heeft zijn eigen pakket nodig. Ja. Is uit eten of naar feestjes gaan. Ja. Dat is zwaar, zwaar verminderd. Ja, dat is we bijna zeggen van 100% naar 1%. Ja. Maar het is misschien een combinatie van COVID-pandemie en natuurlijk nieuwe positie, dat Juist. Je niet overal meer kan gaan. Klopt, dat hielp me vrij maar goed in balans. Maar dat gaat wel weer komen. Precies, dus, ik dus dat houdt me goed in balans hoor. Mooi, heel goed. Dank u wel, minister. Van carrière en ministerschap gaan we een spel spelen met minister Riad Noor Mohamed. Het woord associatiespel.
Bent u ready voor een spelletje? Ja, ik ben niet zo goed in games en dat soort dingen. Ja, maar nee, deze game is op zich makkelijk en niet, het is niet moeilijk. Het is gewoon gezellig. Ik heb een paar woorden voor u en ik vraag een spontane reactie op die woorden. Maar hoezo? Ja of nee of wat? Nee, niet jou. Gewoon even iets. Heel kort van wat okay, krijg, nou, is de associatie? Trial doen dan, ja, de wat is de associatie die u erbij krijgt? Oh, okay, nee, we gaan er direct vol in. Het eerste woord is Suriname. Lekker eten. Lekker eten. Eten komen we zo misschien ook nog op. En als ik het heb over bruggen bouwen. Ontwikkeling. Mm-hmm. Ja, ontwikkeling. Ja? Ik wil het daarbij houden. Dus ontwikkeling voor toerisme, maar ook voor het land. Mm-hmm. En dat heeft u het over fysieke bruggen, oh, ja, ik actual praat, bruggen. Sorry, ik praat daarover. Ik hoop dat je dat bedoelt. Nee, geeft niet. Ik praat over die fysieke brug. Ja, en ik ga meteen dus een dingetje maken natuurlijk naar bruggen bouwen. Ja. Tussen, als ik het heb over bruggen bouwen tussen mensen. Zeer belangrijk om voor jezelf, om je netwerk uit te breiden, maar ook voor het land, om sneller dingen gedaan te krijgen. Ja. Daarom ga je netwerken leggen. Ja, want we hebben nu natuurlijk een ander beleid ook, dat er steeds meer contacten wordt gelegd met andere landen en andere regeringen. Dat heb ik ook altijd in mijn carrière gedaan hoor. Ja. Nationaal heel wat netwerken, internationaal ook. Belangrijk. Kijk, macho staat heel vaak voor mannen die een beetje stoer doen en die zichzelf beter voelen dan de ander. Ja, ja. Sommigen, hè? Mm-hmm. Of nou ja, de heleboel macho's trouwens. Ja. En dat mag, vindt u? Want diversiteit moet er zijn. Ja, dat mag, zolang je niet uitscheldt of whatever. Dus ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen lichaam, zijn eigen gedrag. Mm-hmm. Je kan je een beetje proberen te beïnvloeden als je bij iemand zit, maar voor de rest mag je jezelf uitleven op je eigen manier. Ja. Ik vind het wel een mooie benadering, want macho wordt heel vaak toch wel met een negatief stempel benaderd. Maar ik vind het een hele mooie benadering dat u zegt van eigenlijk mag iedereen zijn zoals hij of zij is. Als je macho bent, dan ben je dat. Zolang je niet anderen daarbij benadeelt. Of beledigd. Ja. Toch? En dat is wat ik vanaf het begin zei. Ik heb mij ook geïnteresseerd in diversiteit in personeel, in beleid. Omdat ik vind alles moet kunnen, want anders maken we problemen alleen maar erger. We hebben mensen nodig om te werken. Mm-hmm. Dus ik sta daar open, heel open. Ja. Nou had ik het woord diversiteit, maar eigenlijk heeft u al aangegeven hoe belangrijk u dat vindt. Ja. Ja? Maar dat is Suriname toch? Ja. Inderdaad, toch? Ja, Suriname is een rainbow country eigenlijk. We hebben van alles en nog wat. Ja. Ja, dus als u diversiteit hoort, dan denkt u inderdaad aan alle mooie mensen die we in Suriname hebben. Precies. Van alle kleuren van de regenboog. Precies, Oké, en als ik u zeg binnenland van Suriname? Beschermen. Beschermen, omdat ik het binnenland heel goed ken. Ik heb jaren daar gewerkt en ook geleefd, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Dat moeten we koesteren voor ecotourisme. Ja. Ik ga je eerlijk zeggen, dat is één ding. En twee, voor duurzame ontwikkeling. Ik geef je een voorbeeld, de waarde van al die kruiden komen van het binnenland. Mm-hmm. En die vind je daar, die zijn heel uniek. En die gemeenschappen daar die we hebben, die moeten we koesteren. Het is makkelijk gezegd, zoals in andere landen waar men zeg maar, bepaalde gemeenschappen uitroeit. Maar het heeft zoveel waarde als je het bent in bepaalde gebieden. Je kan geen persoon van Paramaribo zetten in het binnenland, die weet niks van waar die waterval diep is of niet diep is. Die weet niets van het gedrag van de, van de soelas, van het bos. Ja. Die weet niets van wat je wel mag en niet mag. Mm-hmm. Dus daarom zei ik het binnenland moeten koesteren en beschermen. En de gemeenschap daar zelf ontwikkeling laten brengen. Ja, heel mooi. Het laatste woord wat ik u wil voorleggen. Toekomst. De toekomst ziet er heel moeilijk uit. Maar laten we met z'n allen, ik denk we moeten met uitdagen z'n allen. Uitdagen misschien. Ja, we moeten met z'n allen werken aan een betere toekomst. Mm-hmm. En de toekomst is uitdagen. Er zijn eigenlijk heel weinig mensen in Suriname die zich bezighouden met de toekomst. Mm-hmm. In andere landen zie je dat deskundige mensen aan het werk worden gezet om echt na te denken over de toekomst. Ja. Van het land, van de samenleving, van onderwijs, etc. Bij ons gebeurt dat wanneer we een projectje krijgen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld die bank sponsort 20 miljoen, dan gaan we nadenken over de toekomst. Dat moet niet zijn. Ik denk we hebben echt behoefte om serieus na te denken in Suriname waar wij willen gaan met de samenleving en waar we willen gaan met het land. Ja. Dus wat de toekomst betreft moeten we echt investeren in ons onderwijs. Ja. Dat is de key om die capaciteit te ontwikkelen. Ja, Suriname zou een kennis-economie ook moeten opbouwen. Ja, ja. Daar ga ik het nog nader met u over hebben, een ander keertje. Niemand praat er graag over, over het toekomst. Ja, nou ik wel hoor. Oh.
Maar dat is buiten deze uitzending om, anders wordt het veel te lang. Ja. Want we kunnen zoveel bespreken. Dank u wel voor, voor het meespelen aan het woordassociatiespel. Mooie associaties. Het is gelukt, toch? Ja, het was niet zo moeilijk, toch? Nee. Nee, hè? Goed. Van het woordassociatiespel gaan we alweer naar het laatste segment. Alweer bijna aan het einde van het programma. En dat gaat over leiderschap en legacy. U gaf al aan, minister Noor Mohammed, u bent nu bijna 2 jaar minister. En in die 2 jaar, tuurlijk, u heeft heel veel over u heen gekregen, negatieve dingen. Maar er zijn ook mensen die positief kijken naar u en die zeggen van, hey, hij is toch wel een rolmodel voor mij. Ja. Beseft u dat u een voorbeeldfunctie heeft en hoe gaat u om met die verantwoordelijkheid? Ja, kijk, Rut en ook alle luisteraars, die rolmodel, je bent verplicht om dat te accepteren, al wil je niet. Want je bent minister. Het is een functie, het is een hoge functie. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een lerares of een verpleegster. Het zijn functies, hoge functies op dat niveau. Dus je bent automatisch die rolfiguur. Erger nog, wanneer je een bepaalde bagage hebt, moet je dat niet vergeten. En vaak vergeet men dat en dan zeggen we, ja, hij is nu minister, hij is nu een politicus, dus ik mag doen wat ik wil met hem. En hij moet ook liegen voor me, want hij is nu minister. Nee, dus dat is iets waar we rekening mee moeten houden, zeker als je een rolfiguur wil vervullen. Ik neem hem hele bagage mee en daar zullen mensen problemen mee hebben, moeite mee hebben, maar ik heb het te doen, het is mijn verplichting. Yeah. Ik kom ook uit de onderwijssector. Dus vaak zeggen mensen, deze man is een moeilijke man. Maar het is juist bedoeld om, wat ik aan het begin van het programma zei, als je mensen even niet die basiskennis geeft, dan wordt het van alles en nog wat, dan wordt het chaos. Je krijgt chaos als je je kwaliteiten loslaat. Dus het is mijn job inderdaad. Ik ben geen top leiderschap, maar ik gebruik simpele dingen om dingen in goede banen te leiden. Daar gaat het om. Ja, welke leiderschapskwaliteiten zet u vooral in van uzelf? Ja, ik denk een van de belangrijke dingen. Het zijn simpele dingen hoor, maar als leider moet je houden aan je afspraken. Dat is één ding. Je kan liever de dingen ook eerlijk zeggen hoe ze zijn. Dat is wat ik ook doe. Misschien moest het vandaag opgelost worden. Als het niet lukt, zeg ik ook eerlijk waarom het niet kan. Ja. Over een paar maanden. En dan moet je geduld voor opbrengen. Dus dat is een van de belangrijke dingen. Twee is transparantie. Ik vind wat je doet, mag zoveel als mogelijk transparant zijn, want het helpt ook de mensen het probleem te begrijpen. Verder heb ik eerlijk gezegd niet geweldig noemenswaardige zaken die ik gebruik hoor. Het is vooral die transparantie en het houden aan de afspraken. Ja. Je gaat natuurlijk, maar nu ga je zeggen, ja, maar er gebeurt zoveel andere dingen. Dat is waar. Als mensen niet van mening verschillen, dan is het vaak dat zij, naar mijn bescheiden mening, heb ik in mijn pakket ook een stuk rechtvaardigheid. Ik vind, als je ogen hebt en oren hebt en kan zien, dan moet je wel eerlijk toegeven wat er gebeurt. Ja. En dat is een van de belangrijke dingen die ik gebruik om zeg maar, alle processen te leiden. Als er niets gebeurt, dan ben ik eens. Dan mag je alle verweten maken en uitschelden. Maar als ik dat eerlijk zeg, dan moet je dat ook eerlijk toegeven. Dus dat is die positieve energie. Dus er zijn maar 3 dingen die ik alleen gebruik. Ja, en heeft dat ook gewerkt om het ministerie zeg maar, een beetje te vormen zoals u dat zou willen hebben, zodat het lekker gesmeerd loopt? Ja, dat heb ik dus vanaf dag 1 gelijk geïntroduceerd. Want het is niet nieuw, dat heb ik altijd zo gedaan hoor, bij alle jobs die ik heb gedaan. Dus hetzelfde model gebruik ik ook. Natuurlijk is de overheid een ander soort familie, een andere categorie. Maar ook daar wendt men er langzaam aan en gaat het langzaam, het gaat wel heel langzaam. Ja, verandering gaat altijd langzaam. Ja, het gaat daar heel langzaam, maar dat heeft te maken met de onzekerheid in de politiek. Dat heb ik niet in mijn handen. Je moet elke minister, iedereen bij een ministerie weet, oh jee, nog 4 jaar, 3 jaar en dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Ja, dat de is wel overheid, lastig, hè? En dat is heel lastig. De overheid is geen rustige organisatie, omdat de politiek geen rustige organisatie is. Klopt. Terwijl bij andere bedrijven, daar heb je rust, je kan plannen. De mensen zijn niet bang, zijn niet bevreesd. Dus dat is wel het jammerlijke dat je hebt bij die overheid. Ja. Maar ik geloof er heilig in dat als je dit soort systemen introduceert en we dat duurzaam verankeren, dat een volgende persoon naar mij misschien wel 2 keer zal nadenken om dit niet te doen. Ja, dus toch wel... toch wel op deze manier een beetje doorgaan. Ja. En wie of wat inspireert u als persoon? Door wie raakt u geïnspireerd?
Zo, dat is een moeilijke vraag. Laat me zo zeggen, ik heb niet echt een speciaal iemand. Mm-hmm. Maar wat ik wel heb, ik heb wel van veel mensen geleerd. Ja. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Ik heb vanaf ik jong was heel veel trainingen gevolgd. Mm-hmm. Laat maar zeggen, hoe jong was ik, denk 16 jaar. De eerste management trainingen, weet je? Toen al. Eerste speaking trainingen en dat soort dingetjes. En ik heb dat eigenlijk tot heden gedaan. Dus van iedereen heb ik wat geleerd. Ja. Geloof me. En dat zijn mensen. Wat is een van de belangrijkste dingen die u heeft meegekregen van al die trainingen die u nu toepast dan? Dus een van de, bij allemaal komt één ding gewoon toch naar boven. Mm-hmm. En dat is duidelijkheid en houd aan je afspraken. Ja. Dat vind ik de rode draad door al die tips of trainingen die je krijgt. Een goede leider houdt zich aan zijn of haar afspraken. Juist. Ja. Ja. En is dan altijd begint duidelijk. Het mee. Ja, want communicatie is belangrijk, hè? Ja, precies. Heel, heel erg important. Ja. 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 Maar ik vind dat dat belangrijk is. Ik ga je zeggen hoor, oké, het lukt soms moeilijk, maar op heel veel momenten ben ik er als eerste. Ja. En dat is de zaal leeg. De minister is wel als eerste, maar I don't care. Ja. Heeft niets met minister te maken, heeft te maken met het principe. En ook te maken met wie u bent als mens. Ja, precies. Toch? U bent altijd als eerste, maakt niet uit. Ja. De rest komt ik kom aan mijn tijd. Ja. Punt uit, als ik voor 6 uur uitgenodigd ben, dan ga je me zien dat ik voor 6 ben. Mm-hmm. Niet 5:15, mm-hmm. anders moest dat op dat kaartje staan. Ja, toch? Nee, maar dat is wel goed, punctualiteit. Ja. Ik denk dat we dat ook, kijk, in Suriname hebben we natuurlijk Surinaams kwartiertje, noemen ze dat ook wel. Maar misschien moeten we daar eens een keer vanaf, toch? Ja, gewoon precies. Allemaal op tijd komen, eigenlijk 5 minuten voor de tijd. Klopt. Ja. Tot slot, minister Noor Mohammed, ter afsluiting van dit segment, maar ook ter afsluiting van het programma, zo snel gaat het. Ja. Wat wil u nalaten voor de volgende generatie? Hoe wilt u dat ze u herinneren? De volgende generatie zou ik zeker adviseren om, zoals ik dat heb gedaan, constant kennis blijven opdoen. Dat is één. Jezelf blijven trainen als je die gelegenheid hebt. Mm-hmm. En deze twee dingen gebruiken in de praktijk. Ja. Niet alleen voor een diploma of zo, maar het echt gebruiken. Mm-hmm. En dat gaat het succes zijn voor je eigen carrière, maar ook de bijdrage die je levert aan het land. Ja. En is er nog een mooi project waarvan u zegt van nou, daar mogen jullie naar uitkijken, want dat gaat minister Riyad Noor Mohammed echt voor elkaar krijgen in die 3 jaar nog. Zo. Ik wil niet dat u beloftes doet die niet waarmaken, hoor. Als er niks is, moet u dat ook zeggen. Nee. Ik ga dat wel zo zeggen. Ik ga inderdaad geen project opnoemen. Ja. Maar wat ik wel doe, ik publiceer alles wat ik doe op het ministerie. Dat is met een verslag en met presentaties zichtbaar. Ik denk dat zeg maar aan het einde van de carrière mag men zelf beslissen of wat ik heb gezegd zo net, of ik dat ook daadwerkelijk heb gedaan. Ja. Ik hoef geen weg te bouwen of ik hoef geen brug te bouwen. Ik ga ook mijn naam nooit onthullen daarbij. Dat is een principe. Dus niemand hoeft me dat te vragen. We krijgen niet de Riyad Noor Mohammed brug over de quarantainerivier. Niks. Ook een straatnaam niet. Maar wat ik achterlaat, gaat de samenleving wel merken. Ja. En dat is wat ik wil zien in 2025. Ja. Of die eenvoudige dingen gewaardeerd zijn. Grote dingen geworden, want ik doe het niet voor mij. Mm-hmm. Ik doe het voor die toekomstige generatie en voor het land. Lukt uit. Dus een man van niet alleen van woorden, maar een man ook van daden. Ja, vooral precies. Dat. Precies, ja. Ja. En de goede dingen neerzetten voor Suriname precies. Qua infrastructuur, et cetera. Klopt, Oké, nou, we zijn daar heel dankbaar voor. En dankbaar voor uw harde werk. En ik wil u vooral heel erg bedanken dat u vandaag, nogmaals, bedanken dat u vandaag bij ons bent geweest. Ik laat u niet met lege handen naar huis gaan, minister Noor Mohammed. Want u heeft het al zien staan waarschijnlijk. Van het SAB, Surinaams Rimhuis, mag ik u deze aanbieden. Oké, dit is wel geen goede combinatie hoor, voor mijn werk. Maar dit is verboden. U kunt het beste drinken als u klaar bent met werken voordat u gaat slapen. Ja. Oh, many thanks. Ja, en niet alles tegelijk zou ik doen. En van een andere Surinaamse ondernemer heeft u een verzorgingsset, noem ik het maar. Goed. Dit is zeepfabriek Joab. Uh-huh. Zij maken zeep van Surinaamse kruiden, et cetera. U kent ze. Ze hebben een stand op Wakkapassie. Misschien deze niet, maar ik heb nu toevallig was ik vrijdag ergens die ook zoiets maakt. Ja. En daarmee baat ik nu. Ja, nou, dit zal u zeker ook bevallen. En dit is hun nieuwe mannenlijn. Ja. Oh, dus okay. Het is een verzorging voor baard, voor haar, haarolie, scrub. Er zit van alles in. Wordt zeker dus, goed gebruikt. Kunt u zeker mee ontspannen. Zeker goed gebruikt. Ja? Bedankt, Rut. Hartstikke graag gedaan. En u heeft tijd voor ons gemaakt, dus we kunnen u met wat verwennerij naar huis sturen.
Ik ben Riyad Noor Mohammed, minister van Openbare Werken. In het leven moet je niet alleen werken, vind ik, maar inderdaad een balans zoeken. Ontspannen is heel erg belangrijk. En verder is eerlijkheid, oprechtheid, transparantie ook belangrijk. Neem dat mee en ik garandeer je heel veel succes in je carrière. Dit was weer een hele mooie aflevering van De Man Achter de Minister. Vandaag met minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Mijn naam is Rut Sinkler en bedankt voor het kijken. This is another Supreme production. Supreme TV.